Hier hebben we de eerste Pramerace mee gevaren en gewonnen. Dus wij hopen met deze buitenboordmotor van het jaar ook weer hoge ogen te gaan gooien. Zo'n 160 teams gaan dit jaar van start tijdens de Aalsmeerse Pramerace. De botenwedstrijd is uitgegroeid tot een waar volksfeest, maar de meeste deelnemers weten niet eens meer aan wie ze dat feest te danken hebben. Het begon allemaal in 1987, toen Aalsmeerders Henk, Hans, Peter en Henk Willem besloten om tegen het bloemencorso te rebelleren. Wij vonden eigenlijk dat dat geen feest meer was voor Aalsmeerders. En toen hebben wij bedacht dat we met een praam en zo'n oude motor, ik denk, nou ja, misschien is dat wel aardig om daar eens een keer wat mee te doen. Zo ontstond de eerste praamrace, waar slechts 3 teams aan meededen. Omdat de mannen graag naar paling vissen, oftewel peuren, noemden ze hun team de illegale peurders, wat afgekort dippers werd. Het startschot ging dan en dan moest je in je praam rennen, de penta aantrekken en de route varen. Je vergeet één belangrijk ding. Je moest ook een kratje bier. Ook kratje bier meenemen, ja. In de tijd dat we die wedstrijd voeren, moest je dan het kratje bier leeg hebben. God, begint dat gesodemieter alweer. De dippers wonnen die eerste race. En dat hadden ze te danken aan de ouderwetse pentamotor, waar ze nog steeds ieder jaar mee racen. Eigenlijk voeren wij de hele tijd achteraan. Ja, wij voeren de hele tijd achteraan. Totdat de rest ermee ophield, ja. Dus nou ja, toen waren we gelijk al euforisch. Ja. Jouw familie, de Witte van Leeuwens, die hadden... Ja, die hadden een... Die hadden deed het erg goed. Ja, die deed in één keer... Gewoon een beetje warm te lopen. En het is niet handig als een penta warm loopt, dat je er van bovenaf... Water overheen moet gooien, nee, precies. Daarna wonnen de dippers nooit meer. Maar ze doen nog steeds ieder jaar mee. De uitbundige praamrace van nu lijkt nauwelijks meer op de praamrace van toen. Maar er zijn 2 dingen die als het aan de dippers ligt nooit mogen verdwijnen. De praam en de penta. En dat is wel het leuke, vind ik. Want al die pramen waren eigenlijk 35 jaar verdwenen. Dat is het punt natuurlijk wel een beetje. Wij hebben eigenlijk gewoon de Aalsmeerse praam wel voor het nageslacht behouden. Ja, laat ik het zo maar zeggen. Ja, ja. Want dat scheepstype dreigde te verdwijnen. Houten vaartuigen was sowieso bij de kwekers niet helemaal meer in. Nee. En daarmee hebben we het Aalsmeerse vaartuig wel op de kaart gezet.